Zo dan. Stoppen. Rijden onder... Hey, zo. Hij gaat... Collega, hallo. Pak hem. Hij... Ja, maar... Nee! God, wat was dat, joh? Ja. Even kijken. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en morgen. Vandaag gaan we op pad met de Touran 2016. Solo, nee. Oh, ik moet mijn collega zo nog even ophalen. Ik zou een duo surveillance doen. Maar nu gaan we... Zo dan. Zeggen met spoedeenheidjes erbij, brandweer, politie, ambulance, alles. Hey, stoppen mensen, niet tegen dat vliegtuig aanrijden. Helemaal bekoekerd geworden, als dat een woord is. Dat is geen woord, maar bij deze wel. Even ter informatie waarom ik zoveel eenheden vroeg. Er is zojuist een vliegtuig neergestort voor het politiebureau. Collega van de landelijke eenheden zijn ter plaatse, of collega's van de landelijke eenheid zijn ter plaatse, rennen maar verder en ver. Brandweer en politie zijn ook onderweg, begrijp ik. Ik hoor al iets. Voor nu blijf ik even op afstand. Weg is afgezet door ons beiden. En we gaan... Brandweerwagen is aanrijdend. We gaan kijken of er mensen in zitten. Ja, er moet één iemand zeker in zitten. Dat is die piloot. Betreft een klein passagiersvliegtuig. Ja, de piloot zit er in UC. Voor de rest, achterin niemand te zien, is nog een beetje... Natuurlijk stopte mijn camera ermee tijdens het afhandelen van het incident. Gelukkig is alles voor de piloot dan niet goed afgelopen, maar de rest is wel soepeltjes afgelopen met de ambulance en de politie en de brandweer. Het voertuig voor mij, ja, die gaat gewoon om mij heen, negeert het stopbord en gaat vervolgens rechtsaf. Rechtsaf is geen misdrijf, de rest wel. Ik ga jij er even langs, want jij hebt hier niks mee te maken. Jij volgt mij even. We gaan even linksop. Even gassen, dan volgt hij automatisch wel. Dan gaan we hier staan. Waarom hier? Nou, omdat het kan. Ja, zoals ik al eerder aangegeven, als ik nu de K en de L in doe, dan krijg ik de knipperlichten die aangaan. En dat zie ik bij deze Touran redelijk laat. Kijk, nu had ik het nog niet door. Nu doe ik de L aan en dan gaat die aan en dan doe ik die. Ja, sorry. Dat gaat maar vaker gebeuren. Jullie hoeven niet te zeggen, je rijdt met een knipperlicht aan. Wat ik nog wil zeggen, het is weer wat warmer, het wordt weer wat warmer buiten. Dus ook ik heb de korte mouwen weer aangetrokken en ik heb mijn tatoeage weer zichtbaar. Voor de mensen die het niet wisten, ik heb voor de wintertijd, in de wintertijd heb ik dan gewoon de lange mouwen et cetera aangedaan, muts op. En nu wordt het weer wat warmer, dus ga ik ook niet meer met de lange mouwen surveilleren tenzij het regent. Hoi. Ga even mijn rijbewijs zien. Leren. Oké, goed. Kentekencontrole. Nou, ik kan niks vragen wat een beetje erop duidt van waarom negeerde hij het stopbord. Het is wel eigenaar van het voertuig, verder niks aan de hand. Even kijken, we hebben hier running a red light. Running a stop sign, dat is hem. Dat is $150, dat zal €100 zijn, zoiets. 90 maken we, €99 maken we ervan, aangezien het vaak €90 plus €9 administratiekosten is. Dus bij deze, wat ik nog wil zeggen, is dat de police transporter, dus het busje als ik iemand aanhoud en ik druk op de 8, het busje wat dan komt, dat heb ik helaas weer terug vervangen naar de daadwerkelijke police T. En, of ja, de daadwerkelijk de
die wat ik daarvoor had, namelijk het kleinere versie van de Mercedes Sprinter. Hij heet officieel ook Sprinter, maar die dus. En omdat ik steeds een error krijg. Hier kun je nu waarschijnlijk wel ergens zien. Nou, dat is al zoveel. Nee, er is al te veel zeg maar gebeurd om nu dat weer terug te gaan zoeken. Maar daar staat dan error in. Stap maar gewoon naast me in, irritante vrouw. Error in de police stay, want je moet minimaal 4 plekken beschikbaar hebben om als police stay te kunnen functioneren. En dit busje, of de T6, had er denk ik dan maar 3 of 2. En zeg eens even snel, ik ben echt even niet aan het opletten. Die wat ik nu heb, die heeft dat wel. Rockford Hill hebben we een melding van een transportje nodig. Kunnen we wel even. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Citizens report a possible mugging in the GWC Engulfing Society. Even kijken. Wordt er iemand overvallen? Dat heeft voorrang, maar rechtsvrij, linksvrij, ja. Maar ik kan er niet bij komen. Ja, zo, even via het hek dan maar. Stoppen! Oké, okay, met spoed die kant op. Ik moet even de ingang vinden van de... De ingang is namelijk helemaal hier zo. Hier links op. Rechts vrij. Oké, dankjewel collega voor het zeggen. Nou, daar komen we niet doorheen. Hij heeft in ieder geval op het slachtoffer geschoten. Ja, lekker pik. Die wel was aan het rennen, dus ik weet niet of die is geraakt. We gaan nu kijken of die er überhaupt nog ligt. Nee, hij ligt er al niet meer. Hier lag die. Ja, dan gaan we daar niks meer mee doen. Dan gaan we niet ervan uitgaan dat hij nog weg is gelopen, want hij is flink doorboord. Maar dan gaan we er gewoon vanuit dat het hier allemaal is opgelost. En dat we weer terug kunnen. En met vervolg. Ik kreeg dan een meldingje van een transportje die nodig was. Of wij die even konden doen. Maar dat, ja, dan had dit toch voorrang, een heterdaadje. We hebben lekker de auto beschadigd. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have a suspicious vehicle on a Madway Thunder Drive. Rijdt u alstublieft prio 2. Worden meteen benaderd door een verdacht voertuig. Meteen krijgen we een nieuwe melding van een verdacht voertuig. Een heftruck hier op de golfbaan. Ik probeer zo min mogelijk op de golfbaan zelf te rijden om schade te voorkomen. Hoi! Nou, ik zal hem eerst even stopteken geven. Officers report a suspect resisting arrest in Rockford Hill. Uitstappen! Maar even normaal doen. Hier komen. Staan blijven. Hey! Portofoon. Cellfoon goed. Staan blijven. Goed zo. Rijdt alsjeblieft prio 1. Oké, dat gaat niet werken. Collega's, rij hem aan. Staan blijven. Zo, getackled. Nu gaan we meewerken. Goed, dan gaan we deze. Helemaal klaar mee. Als ze niet willen luisteren, moeten ze maar voelen.
liggen. Hier zo. Aangehouden. Niet antwoord verplicht. Recht een advocaat. Wil je die? Kunnen we wel regelen. Attention all units. Officers report. We are code 4. No further units required. We gaan even rennen naar het voertuig. Ik ga hem niet helemaal netjes omheen lopen. Dus we rennen er even naartoe. Pleuren hem achterin. En we brengen hem naar het bureau als we hier wegkomen. Want... Oh, dat gaat. Oh, we leggen hem in de kofferbak of zo. Oh, nee. Oh. Zitten. Die zat dus nog in de kofferbak van een andere melding of zo. Maar die ga ik toch echt even weer verwijderen samen met de shotgun. Maar die komt toch automatisch terug. Iemand vroeg mij laatst, kun je realistisch spelen? En toen dacht ik echt van, ja, weet je. Tuurlijk scheur ik wel eens de bocht door. Alsof je met slippende banden. Tuurlijk, ja, dat bijvoorbeeld al. Maar dat heb ik echt zo meegemaakt. Ik heb inhaalacties gezien. Ik heb ik ben door de bocht gevlogen waarvan ik dacht, ja, dit is het einde van ons allemaal. We vliegen nu uit de bocht. Maar die kunnen zo rijden. En ik zeg niet dat ik zo kan rijden. Maar in het spel is dat echt wel leuk om zo te kunnen rijden. En goed, ik rond wel eens meldingen anders af. Of ik laat wel eens de lijkschouwen niet komen en ik rij gewoon weg. Maar dat is echt gewoon tijd. Dan ben je 40 minuten bezig om een filmpje van 20 minuten te maken. En dan denk je van, dan doe ik liever 30 minuten aan een filmpje van 20 minuten. Zodat ik wat meer tijd overhoud. Zijn we eigenlijk wel... Ja, we zijn inzetbaar. Dus ik denk dat ik toch vrij realistisch al speel. Wat ik vergeleken met... Ja, nu zijn er niet heel veel andere LSPD-VAR spelers. Maar ik denk toch dat ik wel... dat jullie niet te veel mogen klagen dat ik zo onrealistisch ben. En overal maar doorheen vlieg en schiet en alles kapot maak. Calling unit 1, Lincoln 18. We've got a code 99 in... Rockford Hills. Ja. Informatie? Nee? Oké. Oh ja, achter je kijken. Vrij, nu wel. Hey, we krijgen een melding. En ik ga ervan uit dat het prio 1 is. Dus toeters en bellen gaan erop, zoals ze dat noemen. Eigenlijk is het een heel rare uitspraak, toeters en bellen. Want ja, toeters en bellen maken beide geluid. Dus je skipt eigenlijk het principe van de zwaailichten. De assistentie gevraagd hier zo. Bij een verkeerscontrole. Wij zijn tweede wagen ter plaatse. Komen wel wat minder makkelijk hier aan. Dus we gaan hier de stoep op en we zetten hem hier zo neer. Ik laat even de deur open. Stel we krijgen een BTGV procedure. Collega, vertel. Wat is er aan de hand? Oké, ja. Goed, mijn collega zegt, ja, het voertuig voor me was een beetje rond aan het heen en weer gaan. Ik vertrouw niet helemaal, kun je even bij me blijven voor het geval dat hij er vandoor gaat of iets. Hij wil gewoon even wat, hij vertrouwt hem niet helemaal, dus hij wil er even wat assistentie bij. En dat kan ik. Dus ik blijf hier even staan. Dus even kentekencontrole doen als collega dat niet had gedaan. Komt niks uit. Nog een keer. Ja, nu wel. Sint-Tone. Ga even met mijn collega bespreken wat hij wilt. Oké, ik... Target vehicle license plate 08 David Mary. Hij is niet geregistreerd. Ga ik over een badkamer van vertel. Proceed with caution. Oké. Nee, is goed. Ja, zeker. Ik ga... Het is rustig, joh. Met je middelvinger. Thuis gestuurd. Hey, mijn collega zegt van ja, ik ruik een sterke alcoholgeur, dus ik wil eigenlijk even een alcoholcontrole doen. Ik heb geen blaasapparaat mee. Kun jij dat even doen? Dat kan ik zeker. Hallo meneer. Politie. Nou, dat wist hij al waarschijnlijk. Mag even blazen voor mij. Druk stop, zeg. Blazen. Oh, maar eens kijken. Goed. U mag even uitstappen voor mij. Nogmaals, mag even uitstappen voor mij. Hallo. Stop! Police!
goed zo. Hey meneer, luister, u bent me deze aangehouden voor rijden onder... rijden onder... Hey, zo, hij gaat... Collega, hallo, pak hem! Hij gaat er vandoor. Zet voor te voet. Nou, dankjewel collega's voor meewerken. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Eén collega vraagt om uw assistentie. Verzet bij aanhouding C. En rijden onder invloed. 12.05, ik ben onderweg. Staan bij we. We halen hem in. En met topconditie, Wim heeft dat hele winter geoefend. Staan blijven. Hoppakee. Zo, meewerken nu. Geweld gebruiken, je loopt recht in de armen van mijn collega. Stop whatever the hell you're doing. Zo, meewerken. Klaar nu. Je wordt getased. LSPD, jouw keuze. Oké, hij wilde een taser op zijn bakkes. We rennen weer terug. We zijn nog steeds in achtervolging. Het zou fijn zijn als er een eindetje bij komt. Wacht even tot hier langs is, want deze kan mis. Tuurlijk, want ik kan niet raak. Deze in een achtervolging. Zo. Liggen blijven. Normaal moet ik nu helemaal uitgeput. Goed zo. Die gaat gewoon meewerken. Want ik deze gewoon nog een keer. Ja? Liggen. Jongen, jongen, jongen. Wim hoeft 5 dagen niet meer naar de sportschool. Na deze achtervolging. Goed. En aangehouden nogmaals, rijder in invloed. En nu verzet arrestatie. Niet de antwoord verplicht. Oh, ik heb transportje vraag. Sorry, ik kan eigenlijk mee nemen. Maar even niet aan gedacht. 12.05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Kijk eens, ga meteen door. Als deze deur omlaag gaat. Zo, dan kunnen we die hier gewoon laten staan. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Nee, niet doen. Je kunt hem niet stelen. Ja? Goed zo. Weg hier. Ik weet niet wat je van plan was met je auto. Maar wat je ook wilt doen, dat is niet goed. Ik ben mijn verdachte kwijt trouwens. Die zal wel zijn opgepikt, hoop ik. Want ik ben hem kwijt. Is hij weggerend? Ja, doe nou eens normaal mensen. Zit hij achterin? Nee. Ik ga even kijken of ik dat het voertuig daaronder nog kan te pakken krijgen. Want dat gaat daar echt als een gek. Oh, oh, oh. Ik ga nu ook als een gek. Scheurt dat daar weg. De Zentorno hebben we laten staan. Die gaat echt heel hard hoor. Het geloof vandoor. Voor mij of iemand anders. Zal mij niet gezien hebben. Rechts overal inhalen. Even kijken wat daarmee... Even controle kenteken. Collega, mag jij even doen? Target license plate. 09 Frank Nora Queen 210 A traffic. Stop voor staat aan. A traffic felony. Proceed with zijn. Caution. Er is redelijk veel niet in orde bij dit voertuig. Mag even volgen. Naar een betere plek, namelijk hier. Hopelijk komen we niet vast te zitten in het in het gras, maar dat is een zorg voor later. Morgen, middag, avond. Ik wil graag even een ID van u zien. U bent geloof ik Amy. Ja, dat dacht ik al. Met de eigenaar van het voertuig begrijp ik. Want u rijdt met een ingevorderd rijbewijs en dat is niet toegestaan. En uw voertuig is niet verzekerd, geloof ik. Of staat niet geregistreerd bij ons. Moet ik nog een keer kijken, mijn collega doet eronder. Tussen wat andere dingen. Dat was niet verzekerd en uw rijbewijs is ingevuld. Dus u mag voor mij even. Even kijken. We
gaan eens kijken. U krijgt van mij een bekeuring voor beide gevallen. Die en nee wacht, het was no insurance, hè? Nu weet ik het zelf niet meer. Zo, dat zijn flinke bedragen. Zo, en het voertuig wordt in beslag genomen. Dat wordt automatisch aangetikt, dus je mag niet meer verder rijden. Dat was bekend, want u heeft eigenlijk geen rijbewijs meer. En het voertuig is niet verzekerd, dus dat is gewoon een gevaar op de weg. En dat moet hij zelf niet willen eigenlijk. Maar in ons systeem komt dan automatisch aangetikt te staan voertuig in beslag genomen. Dus dat is wat wij nu gaan doen. Oh, ja, Shang-Chi. Ja, ik spreek geen uitstappen. Hier komen, kom. Uitstappen. Uitstappen, goed zo. Dat gaan we niet proberen. Voertuig in beslag genomen, nogmaals. Ik kan voor u een taxi bellen. Zal ik dat dan maar doen voor u? Nou, dan ben ik daar nog vriendelijk in. Ja, met Wim, ik wil een taxi, dank je, hoi. Maar een voertuig, dat kunt u, dat, ja, dat moet u morgen op het bureau even melden. En dan kunt u dat daar verder uitzoeken. Ja, fijn dag verder. Zo instappen, hè? Zullen we wegrijden, hè? Dat boefje. Jij gaat niet weer achter mij instappen. Ik vind dat zo. Zo. Asociaal. Dat ze niet eens naast me willen zitten. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. We have a traffic alert in Richmond. Oké, hey, we hebben een melding gestolen fiets. Nou, privé. Oké. Okay. We gaan even niet de sirene erop gooien, want we willen natuurlijk niet dat de verdachte ons al hoort aankomen. In principe, als hij daarboven zou fietsen, zou hij ons nu moeten zien. Maar als we bij hem zijn, dan doen we even stop vooraan of zetten we hem even klem. En dan gaan we hem aanspreken op het feit dat het waarschijnlijk een gestolen fiets is. Oh, ik ben eentje. Nu ook zo. Ja, dat moet lukken. Loopt wel dood, maar er is een onverharde weg zo te zien. Even opletten dat hier achter de bocht niks rijdt. Oh god. Nee, dit is gezond voor je Touran. Oh, 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 ja, dit al helemaal. Daar is hij. Nou, we hadden ook net zo goed hier kunnen wachten, maar hij gaat er vandoor. Oh god, wat veel. Jezus. Zoveel schade van een fiets. En dat is ook nog snel. Nu heb je een probleem, maat. Ja, maar. Nee! Oh shit. Hier komen, staan blijven. Staan blijven. Goed zo. Aangehouden voor diefstal van de fiets. En meewerken? Niet anders verplicht. Recht aan een advocaat. Ik moet zeggen, voor die stunt krijg je 5 reten. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Officers report, we are code 4. No further units required. Even kijken. We moeten hem daar zien te krijgen. Ja, dat wil omlopen. Oh. Oh. Is niks, hè. Maar die fietsen zijn we kwijt. Mag even achterin? Nee, niet in de koffer, maar daar word ik zo gek van. Ik ga dat, mensen, ik ga dat ding verwijderen. Ik vind het goed voor het fouilleren, want ik kan de knoppen niet veranderen. Ik heb ernaar gekeken, maar ik kan het gewoon niet veranderen. Zo,
Er ging iets mis, ik wou uitstappen en toen deed ik die sirene aan en toen dacht ik, oh, ja goed. Toen wou ik weer uitstappen en toen deed ik de sirene aan. Maar ik ben nog steeds hier, ah hier. We moeten natuurlijk niet die fiets hier laten liggen zodat de eerstvolgende denkt van, nou dan gaan we toch weer die fiets meenemen. Als hier toch ligt. Dus die gaat naar het bureau via een bussie of een vet grote vrachtwagen. Ja, kijk eens aan. Hele vrachtwagen voor een fiets. Dat is toch mooi. En wij gaan naar het bureau. Waar wij ook het een en ander gaan typen. En mijn collega die zit daar nog te chillen. Wij gaan het een en ander typen op het bureau. Een bericht en, voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. En dan gaat onze dienst stoppen. Zo. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Mijn game die is even afkloppen, maar die ziet er nu stabiel uit. Dus dat is allemaal opgelost, want ik, zoals jullie weten, crashen die redelijk vaak. Maar nu zal dat waarschijnlijk verholpen zijn. Ik zou zeggen, tot de volgende. En heel veel fijne avond of zo, weet ik het. Doei!